Een goedenavond allemaal. U hier aan tafel en thuis. Welkom bij een evenement van het Linné-initiatief. Wij zijn op werkbezoek bij het LUMC. Mijn naam is Arie Franks. Ik ben een van de voorzitters van het Linné-initiatief. En kijk heel erg uit naar de komende anderhalf uur. Ik hoop u ook. Het LUMC is men al even bezig met waardegedreven zorgen. Daar gaan wij het zo ook over hebben. Een jaar of vijf al. Programma een beetje aangepast, kort geleden. Veel van te leren. Ik hoop ook op enige interactie met u thuis. Dat kan door vragen in de chatfunctie op ons af te vuren. Ik kan u niet beloven dat die allemaal aan de orde zullen komen. Daar is de tijd te kort voor. Maar ik zal dat zoveel mogelijk proberen te doen. En vragen die niet aan de orde komen, zullen we achteraf per e-mail beantwoorden, zoals we dat gewend zijn. De opzet van de avond is ook een bekende voor degene die hier al vaker zijn geweest. Wij hebben maar liefst vier en een half rondje eigenlijk aan tafel. Gescheiden door filmpjes of stellingen enzovoort. U gaat een keur aan innovaties en initiatieven zien uitleiden. Dus nou, laten we beginnen met de sprekers aan tafel. Welkom allemaal. Ik ga even van mijn rechter naar mijn linkerhand en terug. Kun je jezelf even voorstellen wat je betrokkenheid is ook bij waardegedreven zorg in het lijst? Ja, ik ben Gesine Glas-Traveloon en ik ben programmamanager van het waardegedreven zorgprogramma. Ja, hoogste chef of... Ik doe de aansturing samen met Willem-Jan Bos. Oké, die is ons ook bekend uiteraard. De andere voorzitter. Ik ben Erik Hetz, ik ben KNO-arts en schedelbasischirurg en als manager betrokken bij het zorgpad schedelbasistumoren. Oké. Ik ben Angela van Eyck. Ik ben eigenlijk de case manager van het Schedelbasiscentrum en de voorzitter van het waardegedreven zorgteam. Mooi. Dank jullie wel. Ja, u weet wie er hier nu aan tafel zitten. Wij willen ook graag van u wat weten. Wel wat u nou het meest aantrekkelijke onderwerp van de avond lijkt. Hè. Daar heeft u een overzicht van ontvangen. En daar kunt u nu voor gaan kiezen met de stemfunctie voor de stellingen, dat gaan we vanavond nog een paar keer doen. En dit is de eerste. Dus vult u even in. Dan hebben wij een beetje een beeld van wat u nou het interessantste vindt. Laten wij beginnen. Hè? En eerst maar eens even over de algemene aanpak van waardegedreven zorg in het LUMC. Jullie hebben, want jij bent programmadirecteur, om het zo te zeggen. Dus jullie hebben gekozen voor een ziekenhuisbrede geïntegreerde aanpak. Ja, dat klopt. Kan je wat over vertellen? Ja, onze aanpak kenmerkt zich dat we echt met verschillende onderdelen bezig zijn. En ik had ook een plaatje daarvan meegenomen om even te laten zien. Hè, dus wat je ziet is dat we bezig zijn op de verschillende onderdelen. Dat betekent dat we bezig zijn met het zorgteam. Dat we kijken welke technologie kan een goede bijdrage daarbij spelen. We kijken naar het continu verbeteren. Dus als een team doelstellingen heeft geformuleerd om ook te helpen om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Dus je ziet dat we eigenlijk op die verschillende onderdelen bezig zijn. Dus dat betekent dat die meer geïntegreerd is. Dus om daar een voorbeeld van te noemen is, we starten eigenlijk altijd met het zorgpad in kaart te brengen. We kijken vervolgens hoe kunnen we het EPD daar goed op laten aansluiten. Dus welke data is relevant om goed te registreren. Dat maakt ook dat we zeg maar weer inzicht kunnen geven met behulp van dashboards, met behulp van die data. We implementeren prompts tooling. We kijken welke technologie, bijvoorbeeld de box waar we vanavond nog op terugkomen, hoe we dat goed kunnen integreren. We hebben de AI-prem ontwikkeld om patiënttevredenheid uit te vragen. En waarvan toepassing zetten we dat ook in. En dat doe je allemaal vanuit dat centraal begeleidend team. Hè? Dus ik hoor, er wordt een hoop structuur en ook processen ingeregeld. Ja. En dat team dat komt op zo'n afdeling in zo'n zorgstraat en die gaat dat allemaal regelen. Ja, we ontzorgen het zorgteam zoveel mogelijk ten aanzien van de ondersteuning. Hè? Dus de inhoudelijke kant van wat moet er verbeterd worden, dat komt natuurlijk vanuit het zorgteam. Maar we helpen ze wel in de ondersteuning om bepaalde tooling beschikbaar te stellen. Wat ik net eigenlijk aangaf, ook de registratie in het EPD. Want ik merk dat soms voor mensen best zoeken is, waar moet ik zijn als ik iets voor elkaar wil krijgen. Herkenbaar. En daar ondersteunen we ze bij. Jullie hebben Hicks ook, geloof ik. Ja. Hey, en hoe groot is jouw team nou eigenlijk? Ik denk dat we nu met een mannetje of 15 zijn. Hangt een beetje vanaf. Ja.
15 dus we hebben eigenlijk, op dit moment zijn we bezig met 10 teams. En die 10 teams worden aangestuurd door een projectleider. Daar hebben we er 3 van. We hebben een waardegedreven zorg IT-team. Daar zit zeg maar een aantal EPD-consultants in. Is dat weer een aparte afdeling van de, IT? Ja, dat is een team binnen de IT-organisatie. Ja. Ja. Dedicated IT'ers die dit programma ondersteunen. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja, het is jaloersmakend als ik het zo hoor. Hebben we goed in beeld wat je nu standaard doet? Want dan kunnen we misschien door naar de bijstellingen die jullie daar onlangs aan. Ja, dus wat we eigenlijk afgelopen jaar hebben gedaan is dat we dus een standaard aanpak hebben ontwikkeld. Dus dat we dat standaard voor ieder zorgteam beschikbaar stellen. Is dat die aanpak die je net beschreef? Ja, dat is eigenlijk waar ik... dus dat we starten met het zorgpad in kaart, EPD, daar goed op aan te sluiten. Bepaalde dashboards beschikbaar stellen. Daar hebben we ook bepaalde standaardisatie in doorgevoerd. Hè, want je ziet toch dat bepaalde componenten voor alle zorgteams belangrijk zijn. Welke zijn dat? Wat zijn de grote gemeenten? Misschien dat ik even naar het volgende plaatje kan. Dit is eigenlijk een voorbeeld wat we doen om het EPD aan te passen, zodat we de juiste data beschikbaar kunnen stellen. En vervolgens, als je dan doorgaat naar het volgende plaatje, dan zie je een aantal voorbeelden van dashboards. Ja. En ook als je kijkt van hoe we zijn begonnen en waar we nu staan, dan was het aan het begin nog best wel zoeken van goh, wat vraagt een team? En zag je toch best wel wat maatwerk ontstaan in de dashboarding. En daarvan hebben we wel gezegd van ja, we moeten kijken standaard wat kan en maatwerk waar het nodig is. En als je dan nu naar dit plaatje kijkt, dan zie je bijvoorbeeld links leeftijd, geslacht. Dat zijn eigenlijk kenmerken die voor ieder zorgteam relevant zijn. Volumes is ook voor ieder team relevant. En rechtsonder zie je bijvoorbeeld een kostendashboard. Dus wat we ook standaard beschikbaar stellen aan het team is om inzage te geven in wat zijn nou de grootste kostendragers binnen je team. Zit dat op de diagnostiek of zit dat op opnames? Waar zit dat? En dat helpt heel erg ook om het gesprek met het team te kunnen voeren van nou, waar kunnen we verbeteringen in. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen, dat kostendashboard? Nou, eigenlijk zijn we een aantal, ik denk nu een jaar of 2 geleden daarmee begonnen. Dat ging eigenlijk nog best wel met behulp van Excel om dingen inzichtelijk te maken. Ik geloof ook wel heel erg, je moet eerst nadenken, wat wil je nu voordat je echt iets kan bouwen? En dat hebben we voor 1 team gedaan. En vervolgens hebben we dat als basis gebruikt om verder beschikbaar te stellen voor andere teams. Dus alle teams hebben dat kostendashboardje? Ja, dat is een onderdeel van de standaard aanpak. Kijken ze daarnaar? Het ene team wat meer dan het andere. Je merkt wel dat ook teams wel begeleid moeten worden in van goh, wat zie ik nou op zo'n dashboard? Ja. Wat zegt die data me nu? En wat kan ik daarmee? En dat is ook een aspect waar we een team ook bij begeleiden. Ja, en dat het ook keuzes ondersteunt die je maakt, denk ik. Hè? Ja. 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 Maar dat is heel interessant, hè, dat je de kosten ook gelijk te zien krijgt. Want velen zijn nog niet zover. En dat is wel onderdeel van de waardebreuk van Porter. Ja. 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 Mooi. En het gaat natuurlijk, kosten is een aspect, maar vaak zegt het ook iets over de benodigde capaciteit. En als je kijkt naar uitdagingen, dan is natuurlijk personeel is natuurlijk ook een grote uitdaging binnen de zorg. Dus dat pak je daarmee ook. Wat hoor je terug van die teams? Hoe vinden ze het om hiermee te werken? Ja, we gaan zo een team ondervragen. Ja, maar, we hebben straks verschillende teams, dus die kunnen dat mooi toelichten. Maar even overal. Mensen zijn heel blij met het inzicht wat ze krijgen, merk ik. Ja, ik ga even kijken of hier ook nog vragen over zijn. Want uit de stelling is gekomen, dames en heren, dat de algemene waardegedreven zorgaanpak van het LUMC het interessantste onderwerp is naar de verwachting van de kijkers van vanavond. Nee, ik heb nog geen stem. U mag vragen op mij afsturen, hoor. Dan zal ik proberen die in de discussie te betrekken. Nou heb je dit opgetuigd een tijdje zo gewerkt. Hè, maar ik heb begrepen dat er een herijking van het programma is geweest. En dat jullie toch al veranderingen hebben doorgevoerd. Wat was de aanleiding daar eigenlijk voor? Ja, ik denk eigenlijk een aantal zaken. Enerzijds natuurlijk de financiële situatie van het LUMC heeft daar een rol in gespeeld. En anderzijds zagen we dat door deze multidisciplinaire aanpak dat het ook best wel wat tijd kostte om daadwerkelijk resultaten te kunnen laten zien. Ja. En wat we dan eigenlijk... Dus het moest een snellere doorloop, snelheid krijgen eigenlijk? Ja. En wat we dus eigenlijk vorig jaar hebben gedaan is dat we hebben gezegd van goh, we vragen aan de teams om doelstellingen te formuleren op het gebied van kwaliteit, op het gebied van kosten en logistiek en op het gebied van patiëntbetrokkenheid. Ja. En dat helpt heel erg in de focus. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar een HIX-registratie, dan kan je natuurlijk alles aanpakken. Ja. Maar je kan ook vooral kijken welk doel heb ik nu, welke data heb ik daarvoor nodig en zorgen dat dat goed
aangepast wordt. En ik merk dat dat heel erg helpt in de focus. En ik verwacht ook dat we daarmee sneller resultaten kunnen laten zien. En die teams vinden dat zelf misschien ook fijner, dat ze de doelstellingen mogen bepalen. Ja, het helpt natuurlijk in de focus. Ja. En ook voor teams is het natuurlijk leuk als je op een bepaald moment zegt, dit is wat we gaan doen, dat je daar ook gewoon snelle resultaten van kunt zien. Hoe snel? Team A begint, wanneer hebben ze in het eerste rondje met resultaten? Het hangt heel erg vanaf. Hè. Als je met het zorgpad bijvoorbeeld in kaart brengt, zie je eigenlijk al dat dat een moment is dat de eerste verbeteringen worden doorgevoerd. Dus ja, dat is heel erg afhankelijk van wat het is. Ja. Oké, okay. Begrijp ik. Ik hoorde je nog iets anders zeggen wat mij triggert. Hè. Dat de financiële situatie van het ziekenhuis ook aanleiding is geweest om hier veranderingen in aan te brengen. Wat je heel vaak ziet is als die moeilijkheden ontstaan, dat programma's moeten stoppen. Hè? Maar dit programma niet. Nee. Wordt dit ook gezien als een programma wat juist kan leiden tot een hogere efficiëntie in de organisatie? Nou ja, we hebben wel ervoor gekozen om juist dit programma ook in te zetten. Om eigenlijk de benodigde kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing, verbetering op het gebied van logistiek te behalen. Dus ja, het is eigenlijk wel als een kans gezien om dat met behulp van dit programma te doen. Ja, nou is het wel heel vroeg, hè, want die herijking is net geweest, maar ik ga hem toch vragen. Zijn er al aanwijzingen dat die hoop ook gerealiseerd gaat worden? Nou, vanuit de teams die we nu eigenlijk zeg maar een klein jaar of 3/4 jaar geleden zijn gestart, is dat nog wat lastiger. Daar zitten wel kleinere verbeteringen in. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een team gehad die eerst 2 OK's op 1 dag deden en nu 3 OK's. Ja. Je ziet soms ook wel dat qua lichtduur dat er winst geboekt is. Dus dat zijn wel de voorbeelden. Kortere lichtduur. Ja. 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 Nou, maar dat is heel bemoedigend lijkt mij. Ja. 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 Mooi zeg. Hoe is nou, hè, want het is een ziekenhuisbrede aanpak, hè, en dat doen nog niet veel ziekenhuizen. Hoe wordt dat ervaren door het zorgpersoneel? Wat vinden de medewerkers hiervan? Ja, heel goed. We hebben vorig jaar januari eigenlijk kon het team zich aanmelden om met deze aanpak aan de slag te gaan. Dus we zijn ook langs de verschillende overleggen geweest om de aanpak toe te lichten. We hebben op ons intranet bericht gezet van wie hebben interesse. En uiteindelijk hadden we 24 teams die zich wilden aanmelden. En we hadden plek voor 10 teams voor dit jaar. Dus ja, dat is wel heel positief dat er zoveel interesse en enthousiasme is om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Waar hebben die teams bepaalde kenmerken? Waren die al bezig met innovatie of zelfs een beetje waardegedreven zorg? Ik herken dit een beetje uit Rotterdam, moet je weten. Heel wisselend eigenlijk. Als ik nu kijk naar de teams waar we nu mee aan de slag zijn, dan is het heel verschillend. Dan is het bijvoorbeeld team acute zorg. Het zijn soms meer chronische patiënten. We zijn bij het WHKZ, dus het kinderziekenhuis, bezig. Oncologische aandoeningen. Dus eigenlijk gaan we kriskras door de hele organisatie. Hoeveel zorgteams hebben jullie eigenlijk? Dit jaar begeleiden we 10 teams. Ja, maar hoeveel teams zijn er in het ziekenhuis? Hoeveel moeten er nog eigenlijk, hè, is de onderliggende vraag. Ja, daar hebben we eerder wel eens, dat hangt er een beetje vanaf op waar je op een bepaald moment knip hebt. Dus we combineren nu ook wel een aantal. Eerder hebben we wel eens gehad tot een team of 40. En we hebben nu straks 20 teams gehad. Ja, nou, hartstikke mooi. We gaan zo met zo'n team praten, hè, die volgens mij ook al een beetje los zijn van jullie. Maar dat gaan we zo van zichzelf horen. En volgens mij gaan we nu eens naar een filmpje kijken. Het meten van patiëntervaringen vinden we heel belangrijk in het LUMC. En er zijn ook heel veel manieren om dat te doen. En we gebruiken het om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Alleen hebben wij gemerkt dat we het beste kunnen verbeteren als we open vragen gebruiken. En die kosten heel veel tijd om te analyseren. Daarvoor hebben we nu de iPram ontwikkeld, waarmee dat automatisch kan. En dat scheelt ons veel tijd en helpt ons onze zorg continu te blijven verbeteren. Dit doen we met behulp van kunstmatige intelligentie. En we gebruiken technieken zoals sentimentanalyse en topic modeling. Wil je meer weten? Kijk op carelab.nl. Ja, dat gaan we allemaal doen natuurlijk. We gaan nu wel eerst alvast een nieuwe stelling uitzetten, kijkers thuis. Dus wilt u daarmee aan de slag? En dan beginnen we hier aan tafel alvast met de discussie met Erik en Angela. Want die zijn al een paar jaar bezig met waardegedreven zorg. Hoeveel jaar eigenlijk, Erik? Nou, we zijn nu zeker zo'n 3 jaar echt wel bezig met waardegedreven zorg. En daarvoor wij zijn een van de voorloperteams geweest in het LUMC. Ja. Dus voor die hele integrale aanpak waren wij een van de teams waar het op
geleerd is, zal ik maar zeggen. Zie je, jullie waren de early adopters of zelfs de pioniers. Hè? Ja. En dus we hebben daarvoor ook nog wel een behoorlijke aanlooptijd gehad voordat we het echt konden gaan uitvoeren. Ja. Hoe kwam dat die interesse in jullie team er was? Wat was de onrust of wat was de droom of het verlangen? Ons zorgpad, de bruggroeptumor, is eigenlijk van oudsher een zorgpad geweest wat heel erg gericht is geweest op de kwaliteit van leven van patiënten. Omdat het een aandoening is waar patiënten in principe heel oud mee kunnen worden. En dan is de kwaliteit van leven een van de allerbelangrijkste, meest doorslaggevende dingen. Ja. En, vanuit je gaat er niet aan dood, maar het kan je behoorlijk hinderen. Het kan je behoorlijk hinderen. Ja. En daar heel dicht tegenaan ligt dan natuurlijk de patiëntervaring. Niet alleen met de ziekte, maar ook met ons. Mm-hmm. En daar vanuit die interesse, die ingebakken zit in het zorgteam, zijn we ook early adapters geweest van de waardegedreven zorg in feite. Ja. En kan je wat zeggen over die 3 jaar? Wat zijn de stappen die je gezet hebt en wat heb je bereikt? Nou, wat wij denk ik echt wel al kunnen zeggen dat we bereikt hebben, is dat we sowieso als team heel erg zijn gaan nadenken over hoe leveren wij die zorg nou eigenlijk? Ja. Niet alleen hoe doen we het, hoe doen we de operatie, maar hoe leveren we de zorg, hoe wordt het ervaren? En we zijn ook veel beter gaan nadenken, wat zijn nou eigenlijk de uitkomsten die wij en die patiënten belangrijk vinden van die zorg. Ja. Want daar begint het eigenlijk een beetje mee, dat je dat goed moet definiëren. Want dan pas kun je gaan nadenken over wat gaan we meten. En dan kun je nadenken over hoe gaan we dat meten. Ja. En dat klinkt als een enorme open deur, maar het was voor ons toch nog wel even echt een moment om daarover te gaan zitten. En aan nadenken, wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor ons en voor de patiënt? Om vanuit daar dan bijvoorbeeld zo'n HICS-inrichting te gaan doen. Of dashboarding te gaan verzorgen om te kijken hoe we dat doen. Dan moet je eerst weten wat je wilt zien. Ja. Ja. Ik hoor jou zeggen, je moet meten wat je wil verbeteren. Met name het woord verbeteren. Is dat nou, dat verlangen om de zorg te verbeteren, is dat de grote drijver van de mensen in het team? Ja. Dat is denk ik, dat zit er wel heel erg ingebakken, denk ik, bij heel veel teams. Maar dat wilden wij natuurlijk graag doen. Wij zijn daarbij ook al van oudsher heel erg bezig met patiënten. Hebben bij ons vaak een keuze, een behandelkeuze. Je wordt niet altijd geopereerd, je wordt ook niet altijd bestraald. Er moet gepraat worden met elkaar over wat er te doen is. Ja. Dus dat samen beslissen zit er al heel erg in. En dat is iets wat in waardegedreven zorg ons ook heel erg aanspreekt. Want dat is ook een van de... Want samen beslissen is gewoon waardegedreven zorg, toch? Dat ben ik met je eens. Ja. Oké. Okay. Nou, en het is wel leuk, er wordt nu een foto getoond van ons team. Ja. Het is zeg maar het management team. Allemaal weer de jassen. Ja, dat is eigenlijk een beetje het klassieke beeld van een team rondom een zorgpad met allemaal dokters, een onderzoeker en Angela in het stralende middelpunt als case manager. Maar wat ook een van de grote winstpunten is, vind ik, van het hele waardegedreven zorgtraject is, en dat is misschien het volgende plaatje, is dat wij niet alleen als dokters en zorgverleners zeg maar rondom de tafel zitten, maar dat we de patiënt zelf ook heel letterlijk hebben laten aanschuiven bij ons management team. Aan het hoofd zie ik. Dat is vast niet per ongeluk dat die daar getekend Nee, dat klopt. En dat is een van de dingen die ook een uitvloeisel is van hoe wij de waardegedreven zorg in ons zorgteam hebben geïmplementeerd. Maar gaat het echt zo? Is dit een schema of is dit echt real life? Daarvan zitten jullie daar met z'n allen? Ja, daaraan zitten wij inderdaad met z'n allen. En eerlijk gezegd is dit nog een soort van een onderschatting, want de patiënten zijn met meer. Dus hier zit één patiënt, maar we hebben een heel patiëntpanel. Ja. Omdat we patiënten in verschillende fasen van de zorg hebben. En in al die verschillende fasen van zorg hebben we patiëntvertegenwoordigers in de patiëntpanel. En die schuiven dan aan als patiënt. Dus dit is een discussie over het zorgpad, wat ik hier zie. Ja. En dit is niet de discussie over de behandeling van de individuele patiënt die aan het hoofd van de tafel zit. Nee, exact. Nee, okay. En dat is eigenlijk nieuw. Dit is het leren en verbeteren, het level 2 waardegedreven zorg. Ja. 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 En op deze manier halen wij dus bij de patiënt heel direct op wat zij belangrijk vinden aan de zorg. En krijgen we ook hele directe feedback van patiënt of patiëntvertegenwoordigers. En kost dit veel tijd?
Nou, dat dachten we in het begin wel. Dat is nog het kost natuurlijk wel tijd, maar het levert ook wel heel veel op. Hè. Het levert bijvoorbeeld op dat je scherpe keuzes kunt maken. En het levert een gesprek met de patiënt op. Heb je een voorbeeld van zo'n scherpe keuze? Het liefst ook een keuze van dat doen we niet meer. Van dat doen we niet meer. Die gaat eruit. Ja, nou, wat wij, een van de dingen die we hebben. Nou, het is meer zo van. Kijk, er zijn 100.000 verbeterpunten te zien. Hè, maar wij kunnen dat niet allemaal doen. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld scherper hebben gemaakt, is dat het voor patiënten onduidelijk bleek wanneer ze nou ons telefonisch konden bereiken, ons team. En daardoor waren wij dus vaak in hun ogen niet bereikbaar. Ja. He, dan belden ze op momenten dat wij de telefoon niet op konden nemen. Nou, wat wij niet konden verzorgen is een 24/7 telefonische bereikbaarheid. Nee. Maar wat we wel konden doen is veel duidelijker maken wanneer wij wel en niet bereikbaar zijn. En dat hebben we in de patiëntfolders en in de patiëntvoorlichting doorgevoerd. Dus het hoeft niet altijd meer te betekenen. Nee. Maar je kunt soms ook duidelijker zijn en daarmee toch de patiënt beter bedienen. Zonder dat meteen meer... Hoe eenvoudig kan het zijn? Hè? En dit is een verbeterpunt dat door patiënt is ingebracht. Ja. 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 Angela, wat is jouw beleving van de afgelopen 3 jaar? Wat hebben jullie veranderd en verbeterd? Nou, in het begin hebben we natuurlijk gekeken van wat willen we inderdaad allemaal gaan bespreken op al die overlegmomenten die we hebben. Wat willen we inderdaad de uitkomsten van weten en wat hebben we dan nodig qua dashboarding? Dus daar hebben we heel erg naar gekeken met elkaar. Verder hebben we inderdaad gekeken van bijvoorbeeld dat patiëntenpanel, hè, daar overleggen we dan 2 keer per jaar mee. En dat doen we dan ook deels in het ziekenhuis en deels online. En inderdaad ideeën die dan voortkomen uit onze overleggen, die leggen we dan aan de patiënten voor. Verder hebben we ook gekeken inderdaad naar de PREM-vragenlijsten. Daar hebben we een AI-toevoeging gemaakt, maar daar hebben we volgens mij ook een slide van. Dus dat zijn eigenlijk ook wel voorbeelden waar we dan mee aan het werk kunnen gaan. Ja. Leg eens uit, wat zien we hier? Nou, wat we hier zien is dit is een andere manier waarop we de patiënt eigenlijk betrekken. Het gaat ook niet over klachten of over ziekte, maar over hoe patiënten onze zorg ervaren. We hebben vragen, dus open vragen, zoals in het filmpje voorafgaande aan het gesprek al even werd gezegd. We vragen bijvoorbeeld over hoe patiënten de organisatie van zorg ervaren of de communicatie bijvoorbeeld. En daar kunnen patiënten op die open vragen dus eigenlijk alles antwoorden. En dan hebben we een soort van artificial intelligence tool die antwoorden clustert en vervolgens een label aanhangt. Dat is een positief of een negatieve ervaring. En daar zien we hier eigenlijk de dashboarding van. En hier kunnen wij eigenlijk in één oogopslag zien hoeveel patiënten nou positief hebben geantwoord op de organisatie van zorg en hoeveel negatief. En dan kunnen we ook nog thematisch kijken. Bijvoorbeeld hè, bij de negatieve antwoorden. Waar gaat dat dan over? Wat zijn daar de thema's? En we kunnen zelfs helemaal terugklikken tot op het individuele commentaar van de patiënt om te begrijpen wat die patiënt echt bedoelt. Ja. Als het gaat om telefonische bereikbaarheid, dan kan het zijn, de telefoonverbinding was slecht of ik kon niemand bereiken of ik werd onaardig bejegend, zal ik maar zeggen. Hè? Maar dat kunnen we dan helemaal precies teruglezen. Ja, en dan kun je onmiddellijk corrigeren waar nodig. Ja. Fantastisch, en jullie doen het best goed, hè? Is aan de staven zo te zien. En zie ik dan aan de rechterkant in het groen wat goed is en in het oranje wat nog niet goed genoeg is? Ja, heel kort is dat, kort door de bocht is dat zo. En er staan zelfs getallen achter. Dus je kunt ook zeggen hoeveel patiënten op een bepaald thema een positief antwoord hebben gegeven of een positieve waardering hebben gegeven. En hoeveel patiënten op een negatief. En het is heel klein, maar je kunt heel goed zien dat het aantal positieve ervaringen heel veel groter is dan het aantal negatieve. Dat is natuurlijk fijn. Ja. En dat is ook wel belangrijk, want als zorgteam is het ook goed om te weten wat je goed doet. Want dat moet je misschien juist niet veranderen. Hè? Ja. En daar moet je misschien juist een punt van versterken. Ja, en dat houdt ons ook bevlogen. Hè? Zeker. Ja. 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 Ja, wat denk ik leuk is om te zeggen, is dat Team Brughoek is met deze tool begonnen in de ontwikkeling. En inmiddels hebben we afgelopen maanden bij nog 7 teams uitgerold. Dit ook gedaan. En dat wordt gewoon heel positief ontvangen. Het is een hele eenvoudige, het kost relatief weinig tijd. Ja, ze zijn er heel enthousiast over ook. Ja, nee, geweldige tool voor leren en verbeteren, als ik dat zo zie. Ja.
Nou, het mooie is omdat mensen dus zelf kunnen antwoorden in open antwoorden, krijg je hele concrete verbeterpunten aangereikt in feite. Patiënten zeggen precies, noem een man en paard. Ja. En dat geeft veel meer dan vage termen je echt handvatten om iets te verbeteren. Ja. Ja, want die patiëntgerichtheid, en bij ons staat de patiënt centraal, dat roepen we al jaren allemaal, hè, maar hoe ziet dat er dan uit? Nou, ik denk dat dit daar een heel mooi voorbeeld van is. Ja. Zijn er nog andere dingen te zeggen wat jullie doen om die patiënt bij het spel te betrekken? Nou, wat wij dus nu doen, hè, dus we vragen op deze manier eigenlijk heel breed aan al onze patiënten patiëntervaring uit. Daar komen verbeterpunten uit, waar we voorheen misschien zouden zeggen, nou, we hebben een heel mooi verbeterpunt bedacht, dat gaan we doen. Leggen we dat nu dus eerst terug bij ons patiëntpanel en die kunnen we bevragen. Is dit inderdaad in jullie ogen een verbetering? Vinden jullie dit een belangrijke verbetering of zijn er dingen die belangrijker zijn? Ja. En dan kunnen we dat doen. En ook dat helpt je weer met het scherper maken en selecteren van, ja, dat zijn de verbeterpunten. Hebben jullie dit zelf bedacht of komt dit van het centrale team? Want het is een heel iteratief proces, hè, het samen leren en verbeteren. Ja, het is denk ik een combinatie geweest vanuit de mensen vanuit het AI-team met het zorgteam om dit samen te ontwikkelen. Ja. Ja, het AI-prem, dat hebben we bij ons zorgpad inderdaad ontwikkeld. En het patiëntpanel is ook een idee van centraal geweest, maar we hebben dat snel geïmplementeerd. En op deze manier kunnen we de cirkel een beetje sluiten, zeg maar. Dat is wel heel leuk. En het is natuurlijk ook leuk, want patiënten krijgen ook het idee van, nou, ik heb hier wat te vertellen. Ja. En dat wordt wat gedaan met mijn antwoorden, want dat is vaak ook lastig. En als een patiënt 3 keer merkt dat er niks gedaan wordt met zijn antwoorden, vult hij de 4e keer de vragenlijst niet meer in. En sommige eerder. Ja. Mooi. En die AI, hè, dat vind ik ook heel mooi. Want wat ik hier zie, dat is echt helemaal door de kunstmatige intelligentie gedaan. Er is een menselijke hand niet aan te pas gekomen. Die rijtjes groen en oranje, klopt dat? Dat klopt. Ja. Ja. Ja, en wat wij er mooi aan vinden, is dat het dus wel toch een soort hybride is. De machine, ik zie het als een grote sorteermachine. Mm-hmm. Tussen positieve en negatieve commentaren en clustert onderwerpen. Maar vervolgens is er nog wel de mens of het zorgteam nodig om die kritiekpunten om te zetten naar een verbeterpunt. Ja, ja. Dat gaat de computer je niet zeggen, nee, wat je moet verbeteren. En dat is denk ik ook maar goed ook. Want wij kunnen op deze manier ook wegen. Wat is nou belangrijk, wat is minder belangrijk. En we zetten het natuurlijk ook af tegen de juiste positieve punten. Er kunnen 5 mensen klagen over een bepaald aspect. Als 100 mensen het daar heel erg tevreden over zijn, dan moet je het misschien toch niet veranderen. En zeg maar, dat soort afwegingen die maken wij als team. Prachtig. Zijn er nog andere plannen om dingen met AI te gaan doen op grond van deze gegevens? Nou, op grond van deze gegevens, dit is eigenlijk echt patiëntfeedback. We zijn nog wel met andere AI-middelen bezig om meer data-gedreven zorg te kunnen doen. Ja. Komen we straks met andere projecten ook nog wel op? Ja. Mooi. Zijn er nog meer verbeteringen te bespreken van de afgelopen 3 jaar? Of die nog gaande zijn? Eigenlijk wat uit de prem kwam en ook uit de patiëntenpanel naar voren kwam, is dat ze heel erg prettig vinden hoe de patiënt benaderen met de aandoening. Maar dat ze daarna eigenlijk een soort zweven van, ja, hoe ga ik het nou precies toedoen in mijn dagelijks leven? Daar lopen sommige mensen best wel tegenaan. Ja. Dus we hebben nu met maatschappelijk werkers er een studie voor gestart. En dat is dus eigenlijk het doel om te gaan met chronische ziekte. Niet alleen lichamelijk, maar ook wel psychisch en sociaal. En het idee is dus van het doel is van het programma is om dat te verminderen. Voor zowel de patiënten als de partners. En daar gaan we nu eigenlijk binnenkort mee starten. Ja. In 8 sessies. En dat is eigenlijk ook zowel in het ziekenhuis als thuis. Dus dat kwam ook daar uit naar voren. Die begeleiding bestaat uit 8 sessies? Ja. En zijn dat groepjes patiënten dan? Of ja, het zijn patiëntengroepen en partnergroepen. Dus die twee hebben eigenlijk gesplitst. En die kunnen dus los van elkaar op andere tijden worden die behandeld, zeg maar. Dan moet je dan een soort boek aanschaffen als werkboek. En daarmee gaan ze dus aan de slag om te kijken van hoe ga ik dit nu toepassen in mijn dagelijks leven. Ja, en dus hoe blijf ik sociaal participeren en een goede kwaliteit van leven hebben gegeven mijn diagnose. Eenwoordigheid of ja. Ja, gewoon wat goed. Is dit iets wat ook met andere diagnoses gedaan gaat worden? Of is dit specifiek voor de brughoektumor? Nee, dit is eigenlijk een programma wat op elk ziektebeeld van toepassing kan zijn, ja.
Ja. Het is wel ook een heel mooi voorbeeld, vind ik eigenlijk, van een blinde vlek die wij misschien als dokters hebben. Ja. Wij zijn heel erg geconcentreerd op de ziekte en de behandelbeslissing. Maar als die eenmaal gevallen is, ja, dan houdt het voor de patiënt niet op. Niet met een ziekte als een brughoektumor. Dan begint het vaak pas. En dat zien wij niet zo. Ja. En dit is wel echt duidelijk ook uit het patiëntpanel naar voren gekomen, dat ze daarin eigenlijk een stukje begeleiding miste. En dat maakte dit programma eigenlijk voor ons een hele mooie aanvulling op ons zorgpad. Ja. Een blinde vlek van ons, maar daar hebben de patiënten ons goed op gewerkt. Ik vind het een mooi initiatief. Hè? Heeft dat ook verbinding nog met patiëntgerapporteerde uitkomstmaten? Want die gaan vaak over sociale participatie en kwaliteit van leven. Nou, wij hopen natuurlijk wel uiteindelijk dit terug te vinden in onze kwaliteit van leven studies. Hè? Ja. Het is niet zo het is altijd lastig om zo'n ingreep, het aanbieden van zo'n programma direct te kunnen linken aan een betere kwaliteit van leven. Ja. Het is overigens wel een programma waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het werkt. Maar wij hopen natuurlijk wel in onze surveys in de komende tijd te zien dat mensen zich daarin meer gehoord voelen. En ook na de diagnose en na de behandeling of behandelbeslissing zich toch begeleid voelen. Ja. Ja. Hey, en even vragen aan jou. Hè. Hoe is dit besproken met de zorgverzekeraar? Want prachtig programma, maar er gaat wel wat tijd en menskracht in zitten. Want al die patiënten willen dat natuurlijk. Ja, deze in dit geval weet ik even eerlijk gezegd niet. Kijk even naar Erik. Nee. Maar... Nou, dit is inderdaad iets wat wij mogen aanbieden. En we hebben daar. Wij zijn zelf in eerste instantie gaan we vooral kijken naar die mensen die vastlopen met hun partner of zonder hun partner vastlopen in dat proces. Maar we zijn eigenlijk toch wel van lieverlee het al steeds breder gaan aanbieden. En niet iedereen heeft het nodig. Niet iedereen wil dat. Dat valt echt best wel mee. Maar wij zijn eigenlijk wel blij dat mensen zich daar toch voor inschrijven. Het is ook een groepsproces, het is ook lotgenotencontact tegelijkertijd. Ja. En ook dat is iets wat uit ons patiëntpanel en uit onze survey steeds naar voren komt, dat mensen daar ook heel veel waarde aan hechten. Dus het vult een goed gat. Ik verwacht dat de belangstelling enorm gaat worden hiervoor. Ik ben heel benieuwd naar jullie eerste concrete resultaten daarvan. Even nog over het hele proces, hè, want jij hebt dat uitgelegd hoe dat gaat. En zijn zij nou een team wat al helemaal losgelaten is door het centrale ondersteunend team? Wij ondersteunen ze heel beperkt nog. We hebben natuurlijk wel bepaalde tooling opgeleverd, dus we zorgen wel dat het beschikbaar blijft. Soms moeten natuurlijk nog een aantal zaken op toegevoegd worden, maar in principe... redden zij zich helemaal zelf, zeg maar. Nou, dan aan jullie de vraag. Nou begin ik eens bij Angela. Is dat moeilijk geweest, die transitie? Want nu moet je het werk allemaal zelf doen. Ja. En hoe mooie dingen het ook oplevert. Je moet natuurlijk ook gewoon de patiënten kunnen blijven behandelen en daar tijd voor hebben. Ja. Dat is denk ik wat ons team ook wel wat unieker maakt. Is dat we inderdaad naast de artsen dus ook mij als verpleegkundige hebben. Mm. Ik heb natuurlijk wel een andere kijk dan de artsen op bepaalde dingen. En ik krijg ook andere informatie van patiënten door. Ik heb ook wat meer tijd om het voor te bereiden en om het daarna weer te evalueren. Dus dat is denk ik wel fijn dat ik in die rol ook aangesloten ben. In het begin heb ik met een adviseur hebben wij het samen gedaan. En hebben wij ook naar de hand geëvalueerd van wat ging er goed en wat zou er nog beter kunnen. Waar moet je op letten? En dat hebben we eigenlijk steeds meer opgebouwd. Dat ik mee ben gaan kijken. En toen het goed ging, hebben we dat steeds meer afgebouwd. En dan bereid ik het inderdaad nu zelf voor. En draaien we het nu inderdaad op onszelf. Ja. Ja. Dat is denk ik belangrijk om even aan te vullen dat wij heel bewust ervoor gekozen hebben om niet een van de dokters de voorzitter van het managementteam te maken. Ja. Maar juist Angela. Die kan inderdaad een andere rol spelen. En Angela doet dat ook heel erg goed. En dus nu ook zonder de zijwielen van het centrale team, zou ik maar zeggen. Ja. Kom je wel eens weerstand tegen? Ja, misschien nu niet meer na 3 jaar, maar heb je daarmee mee te dealen gehad? Nee, meestal liep het wel aardig soepel inderdaad. En we willen er ook allemaal tijd voor maken. Dus ook al zijn de agenda's soms wat drukker, willen we er toch allemaal echt maandelijks voor gaan zitten. En dan zal misschien niet altijd iedereen aan kunnen sluiten. Maar we proberen altijd wel zoveel mogelijk het gewoon maandelijks door te laten gaan. Omdat het toch gewoon heel veel oplevert. Ja. Maar wat is nou de meest kritische succesfactor voor zo'n team? Met al je ervaring? Ik denk de welwillendheid van het team. Kijk, als je merkt dat niet iedereen zich er evenveel voor inzet, dan ga je op een gegeven moment inderdaad wel weerstand merken. Maar wij zijn eigenlijk allemaal gewoon welwillend en werken er hard voor om het gewoon allemaal tot een succes te maken. Dus dat is eigenlijk wel
belangrijk, denk ik, als je dit als team gaat starten, dat je er echt elke maand energie en tijd in wil gaan stoppen. Ja, en wat ga jij zeggen op die vraag? Ja, Angela, ga je zeggen natuurlijk. Zeker, ja. Maar dat had ik al gedaan. Nee, wat enorm motiverend werkt, hè, ook als je losgelaten wordt, is dat je ziet wat het oplevert. En wat wij dus nu hebben, en dat hadden we voorheen niet, is gewoon real-time inzicht in hoe we het doen. In onze uitkomsten, wat mensen van ons vinden, allemaal in hetzelfde dashboard. En ja, wie wil dat nou niet weten? Daar kom je elke maand rustig wel even voor vergaderen. Je hebt gewoon een scorebord, hè, van ja, dit doen we goed en hier moeten we nog verbeteren. En we zitten zo direct op de bal. We kunnen direct sturen. We hebben de mogelijkheid om direct te sturen. Is je werk leuker geworden hierdoor? Nou, ik ben wel meer in contact met en mijn collega's van de andere specialismen. Mm-hmm. En dan praten we dus niet meer alleen over patiënten, maar ook over, nou ja, hoe kunnen we ons proces verbeteren? Dat geeft een ander gesprek. Heel waardevol gesprek. Ja. Ik ben meer in contact met patiënten. Niet alleen over hun ziekte, maar ook over, nou ja, hoe wij het doen en hoe wij dat beter zouden kunnen doen. En ik heb dus ook al inmiddels wel gezien dat dat heel tot hele concrete verbeterpunten leidt. Die je ook echt zelf kunt doen. En vaak is dat helemaal niet zo moeilijk. Duidelijk. En achteraf denk je, ja, dat hadden we wel eerder kunnen doen of bedenken. Maar het is dus ook een stuk zingeving van je werk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja. Volgens mij hebben we nog wel een sheet over ons dashboard waar we mee werken. Nou, laat maar zien. Dit is eigenlijk de complete populatie van de bruggetumoren kan je dus terugzien op dit scherm. We hebben diverse tabbladen die we eigenlijk kunnen doorlopen. Maar we zien dus eigenlijk van hoeveel patiënten hebben we in welke fase. Hoeveel patiënten worden er geopereerd of bestraald. Wat zijn eigenlijk complicaties bij een operatie. En is daar een trend in te zien. En als er dus een trend in te zien is, kan je dus sneller inspelen. Om te kijken of kunnen we dat weer verhelpen. En het levert ook heel veel data op voor onderzoek. We doen ook heel veel onderzoek voor bruggetumorenzorgpad. En nu kunnen we ook heel veel data uit het dashboard halen. Prachtig. We gaan naar het einde van dit rondje. Ik wil graag eigenlijk weten van hoe jullie de nabije en verdere toekomst zien. Wat zijn de plannen? Wat zijn de next steps? Nou, wat wij nog heel graag willen is dat wij nu op dit moment een heleboel van de vragen die we aan de patiënt stellen, dat moeten wij nog handmatig uitzetten. En wij willen eigenlijk dat veel beter integreren in ons patiëntportaal. Mensen daar kunnen inloggen. Dan alle vragenlijsten, prompts, prems, noem het maar op, kunnen invullen. En dat het veel meer geïntegreerd is in de flow, zeg maar, van de patiënt door ons ziekenhuis heen. Dat is een van de dingen die we graag willen. En dat gaan we binnenkort ook doen. Ja, en dat is denk ik een centraal proces. Hè, dat is een centraal proces. In ieder geval weer gezamenlijk. Ja, precies. Ja. Nou, komt ze toch weer even terug op. Nou, dat is wel heel belangrijk, hoor. Dat centraal en het zorgteam, dat je daar goed communiceert. Wat wij nodig hebben, wat zij kunnen leveren. En dat is wel, dat is een samenspel, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, en een van de andere dingen die we graag willen doen is toch ook meer op het AI pad. Hè, wij moeten nu bijvoorbeeld nog heel veel scans handmatig zelf beoordelen en uitmeten. En daar zijn ook heel veel AI-tools hebben wij daarvoor ontwikkeld om te kijken dat we dat veel automatischer kunnen, zodat wij de workload, want dat is het natuurlijk wel, ook weer enigszins behapbaar kunnen maken. Zonder op de kwaliteit in te leveren in feite. Jij nog toevoeging? Nee, eigenlijk niet. Nee, dit zijn wel de plannen die we voorlopig op stapel hebben staan. Nog een advies aan de kijkers vanuit jullie ervaring. Want er zitten een heleboel mensen te kijken om dit morgen ook zelf te willen. Ja, het is niet zo moeilijk als het lijkt, zou ik zeggen. En het levert heel veel op. En het is ontzettend motiverend om je gewoon je uitkomsten te zien, te meten en te kunnen beïnvloeden. Daar waar de patiënt het belangrijk vindt. Dat vind ik een mooie afsluiter. Ik vind dat echt een heel belangrijk effect van deze aanpak. Hè. Dus eigenlijk de zingeving en de bevlogenheid en het werkplezier van de werknemer zelf. En dat moet ook een opbrengst zijn van waardegedreven zorg, als het goed is. Dus mooi dat dat zo uitpakt. Wij gaan een filmpje kijken. En dan ziet u als het filmpje klaar is, nieuwe mensen aan tafel. Tumorgroei en tumorgroeisnelheid van essentieel belang voor de behandelbeslissing. Voorheen moesten we die tumorgroei handmatig vaststellen. Dat was ongelooflijk veel werk. En omdat we heel veel bruggetumorpatiënten zien hier in het LUMC, eigenlijk niet te doen. En daar hebben we nu een nieuwe oplossing voor gevonden. Tot nu toe maakte ik metingen in één snede.
in twee richtingen. Maar dankzij het algoritme kan ik nu het volledige volume beoordelen. En ik kreeg de maat er onmiddellijk bij. Dus ik kan in één oogopslag vertellen aan de chirurg of er groei is en hoeveel groei er is. De automatische segmentaties die je net zag, die zijn gegenereerd met een neuraal netwerk. Getraind met data van maar liefst 26 ziekenhuizen. Wil je meer weten over de methode en de precieze resultaten? Check dan kerle.nl. Ja, we zijn terug en met nieuwe gasten aan tafel. Eén is gebleven en die blijft ook. Maar wij hebben Douwe en we hebben Mark aan tafel. Douwe, wil jij misschien eerst jezelf even voorstellen aan de kijkers? Ja, ik ben Douwe Atsma. Ik ben interventiecardioloog, hoogleraar cardiologie in het LUMC. Ook hoogleraar e-health aan het TU Delft. Bestuurslid van het NEL, het Nationaal e-health Living Lab. Een non-profit kennisplatform om e-health in de praktijk te implementeren. En ook bestuurslid van Vereniging Arts en Leefstijl. Nou, ik heb een vermoeden waar wij het over gaan hebben straks. Maar we gaan eerst naar Mark. Dus Mark, wil jij je voorstellen aan de thuiskijker? Ik ben Mark Bogers, cardioloog uit het LUMC en voorzitter van het CTC Zorgpad. Ja, en daar gaan we het over hebben, hè? Over dat zorgpad. Zo heb ik gehoord, hebben jullie je heel erg gericht op het deel van het zorgpad voor de operatie? Ja, zeker. Ik heb daar ook een plaatje van. Kijk, wat merkte, zeg maar... Hier zie ik jouw team. Ja, dit is mijn team. Ja. Niet geheel onbelangrijk. Allemaal blije gezichten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook zelf energie van krijg, van dit mooie zorgpad. Maar het is ook echt een resultaat van het hele team. Dat wil ik ook benadrukken. Waar de patiënt uiteraard ook een zeer belangrijke rol speelt. Ik heb een ander plaatje hierna. En wat ik bemerkte, zeg maar, is dat de hartzorg en de hartchirurgiezorg met name erg gefocust was op de operatie zelf en eigenlijk de direct postoperatieve fase, de IC. Zeer belangrijk uiteraard, maar ook fase rondom die patiëntenzorg, ja. Preoperatief, maar ook ruim na ontslag, hoor ook allemaal bij dezelfde patiëntenzorg. Dus eigenlijk dacht ik een soort patiëntenreis. Van het moment van indicatiestelling tot het moment dat je natuurlijk geopereerd wordt en uiteindelijk met ontslag gaat. En toen heb ik een x-aantal patiënten, of we hebben een aantal patiënten benaderd, van god, wat gebeurt er nou eigenlijk in die wachttijd tot operatie? En wat ik bemerkte is dat sommige patiënten meer sturing, meer begeleiding nodig hadden. En men ook bepaalde gevoelens had, angsten. Wat gaat me gebeuren eigenlijk? Ik mag niet zoveel, want ik heb het aan mijn hart, werd letterlijk verteld. En dat is nog een gegeven wat ik zag, ja, 10, 12 weken, of wellicht korter, niet zoveel doen. Dat is wellicht niet goed voor de patiënt. Dus laten we daarop inspelen om dat hele concept van die zorg te verbeteren. En daar komt dit concept van het CTC Zorgpad vandaan. En dan is de focus met name op de voorfase, de wachtfase, de prehabilitatieprogramma. Waarom? Vertel eens, waarom is die zo belangrijk? Nou, ik denk oprecht, zeg maar, dat, en dat is overigens ook uit de internationale literatuur gebleken, dat mensen, als je ze gewoon verbetert in conditie, ook uiteindelijk beter de operatie uitkomen. Ja. Nou, dat concept willen we toepassen, prehabilitatieprogramma. Nou, concreet willen we in elk domein, daar heb ik ook mijn volgende slide van, concreet willen we eigenlijk kijken naar conditieverbetering van de patiënt. Hè, in beweging blijven. Nou, daar hebben we onze fysiotherapeut natuurlijk benaderd. Maar uiteraard ook de box die Douwe zo meteen zal toelichten. Alles bedoeld om de patiënt concreet in beweging te krijgen. Dus wat krijgen ze? Ze krijgen een app op een smartphone met bewegingsoefeningen. Ga aan de slag alstublieft. Ga in beweging. Wij sturen dat, maar dit zijn wel handreikingen om mee aan de slag te gaan. Mensen kunnen met de box thuis meten, zelf inzicht krijgen. En wij kunnen het zien of ze het doen, zodat je meer inzicht, meer begeleiding krijgt van de patiënt. Dus dat is het fysieke aspect. Maar misschien nog belangrijk, of even belangrijk, is natuurlijk het psychosociale aspect. Ja. Hè? Zeker bij een open hartoperatie. Iedereen is toch bang als hij zo'n ingreep, ja, jullie krijgt, of niet? Bij ons, zeker. Ja. Maar bij ons ook, hoor. Ja. Nee, uiteraard. Ja. Maar ik denk dat het ontzettend terecht heel belangrijk is om daar ook aandacht aan te besteden. Ja. Dat we niet alleen maar focussen op die conditie van de patiënt, maar ook de psyche en het sociale aspect. Van hoe gaat het met u? Waar gaan we heen? Wat zijn de stappen? Dus we zetten ook vragenlijsten eigenlijk concreet uit om dat te controleren. Dus jij voert ook zulke gesprekken met je patiënt? Op de poli vooraf. Ja. Maar uiteindelijk zetten we lijsten uit, vragenlijsten, vullen patiënten in. En op die manier kunnen we screenen waar zijn de problemen. Ja. En kunnen we ook meteen een interventie koppelen eraan. Met andere woorden, we meten niet alleen, maar we gaan er ook mee aan de slag.
En het laatste is ook belangrijk dat we niet alleen naar de psyche en de fysiek, maar ook naar voedingsstatus, lifestyle, alcoholconsumptie, roken, et cetera. Dat we dat optimaliseren vooraf aan elkaar. Dus ons idee was een biopsychosociaal model. Ja. Alle domeinen. Ja. En dat proberen zoveel mogelijk te verbeteren, zodat je uiteindelijk die patiënt fit de OK inkrijgt. Ja. En nou, als je uiteindelijk natuurlijk dat doortrekt, dan kom je natuurlijk bij de opnamefase. Ja. Nou, en niet geheel onbelangrijk, en dat is het mooie van dit zorgpad, is omdat je dus met elkaar bezig bent, ook met de anesthesisten, intensive care artsen, met elkaar zie je welk radertje je nog verder kan verbeteren. En zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat bijvoorbeeld sneller detuberen, het buisje uit de keel, maar ook bijvoorbeeld gewoon snel bewegen, mobiliseren, dat dat nog strakker kan. Voor een concreet voorbeeld, als je vanochtend geopereerd wordt, in de middag het buisje uit je keel en gewoon al gaan bewegen, in plaats van de volgende dag. Het is een heel praktisch voorbeeld, maar we zien ook aan de ERAS-richtlijnen van de anesthesisten, dat dat werkt. En zien jullie dan ook dat die patiënten, dit gaat eigenlijk gewoon over fitheid, hè, mentaal en fysiek, voor en na je operatie en tijdens opname. Zie je ook al dat mensen hier naar huis kunnen daardoor bijvoorbeeld? Nou, dit is het concept wat we nu aan het uitwerken zijn. We zijn nu in de pilotfase. Dus ik kan nog niet concrete resultaten laten zien. Maar we weten wel bij bijvoorbeeld buikoperaties patiënten in andere studies dat werkt. Dus we verwachten wel, dat is ook onze hypothese, dat daar veel winst te bereiken valt. En als ik nog iets mag doorgaan op die postoperatieve fase. Dat is het derde kolom in dit plaatje. En daar is het bijvoorbeeld de revalidatie. 6 weken na ontslag ging men bij een revalidatiecentrum aan de slag. En ik vroeg gewoon van, joh, waarom is dat dan 6 weken? En dat had dan te maken met het borstbeengenezing. Maar waarom je niet na 1 tot 2 weken gewoon in de benen kan... Dit zijn heel vaak dingen die gewoon 100 jaar nagepapagaaid en onderwezen zijn. Hè? Dus dat wordt een soort van onaantastbare waarheid. En als je daarnaar gaat kijken, wat zit eronder? Niks, hè? Gewoontevorming. Is dat hier? Ja, dat is gewoon folklore. En dan vraag je bij de chirurgen na van God, die 6 weken. Ja, dat kan. Maar ik zeg, en concreet, we zijn nu gewoon aan het revalideren na week 1, 2. Dus gewoon veel sneller in de benen. En daar hopelijk dus ook veel sneller mee aan de slag. En dan hebben we uiteindelijk ook een gestandardiseerd postoperatief zorgpad met e-visits. Dus mensen hoeven niet altijd helemaal naar het ziekenhuis te komen. Kunnen met een webcamconsult kunnen ze ook vragen stellen. En op die manier in het vervolgd worden. Tot een jaar en dan zijn we in principe... Dat heeft Douwe vast geregeld, maar daar gaan we zo over. Hey, want ik denk dat dit heel interessant is. Hè? Want stel je nou voor dat dit gaat opleveren dat mensen en eerder ontslagen kunnen worden of eerder van de IC af kunnen of eerder aan het werk kunnen. Dat meten wij eigenlijk niet, maar dat is maatschappelijke waarde die we daarmee creëren. Gaan jullie dat soort dingen ook allemaal vervolgen? Ja, we gaan zeker. We hebben natuurlijk een x-aantal doelen natuurlijk gesteld. Daar heb ik ook een plaatje van. En dat is een beetje een drieledig doel. Patiëntenzorg willen we natuurlijk verbeteren. Dat wil natuurlijk die conditieverbetering. Hoeveel mensen doen daadwerkelijk mee aan het beweegprogramma? Dus we gaan kijken van hoeveel personen doen er mee. Wat is eigenlijk de therapie trouwheid, hè? Want dan moet je ook anders op sturen als je merkt dat het gewoon niet aanslaat. Dus dat gaan we meten. Maar we gaan ook concreet natuurlijk de metingen van de box natuurlijk inzichtelijk maken, serieel in de tijd. Dat we daadwerkelijk zien, wat gebeurt nou met de patiënt? En als men stilstaat, de stappenteller staat op nul, dat we daadwerkelijk die patiënt gaan benaderen om samen te kijken waar zijn de verbeterpunten. Ja. Dus dat zijn patiëntenzorg verbeterpunten. Een ander concreet voorbeeld is bijvoorbeeld pijn. Nou, met alle respect, daar wist de anesthesist uiteraard veel meer vanaf. Maar dan ga je met ze in gesprek. En dan bemerk je dat daar ook ruimte voor winst is. Dat je dus met z'n allen gewoon uniform pijnbehandeling in het LMC kan doen. En dat is mooi omdat we daar de handen ineens slaan. Zodat we dus mensen met veel pijn zo min mogelijk krijgen. Dat is ook een concreet doel van dit zorgpad. Om dit allemaal te sturen heb je natuurlijk die vragenlijsten nodig. Hè? Dat zijn prompts en prems ongetwijfeld en misschien nog wat meer medische gegevens. Was dat allemaal voorhanden toen jullie hiermee begonnen? Of moest je daar toch ook een deel zelf van gaan maken? Nou, sommige dingen waren uiteraard voorhanden. Hè. Dus bepaalde gestandardiseerde vragenlijsten natuurlijk. Hè. Zoals de RAND 36, et cetera. Ja. En de TICS-vragenlijsten, die hebben we natuurlijk gebundeld. We hebben natuurlijk een literatuursearch en onze eigen
eigen database natuurlijk geraadpleegd. Maar andere aspecten, die waren gewoon nieuw. Hè, en die moeten we toevoegen. Lees bijvoorbeeld al die anesthesie-richtlijnen, die ERAS-richtlijnen, hebben we allemaal nageplozen om te kijken van wat zijn nou dingen die wij in het LMC nog veel beter kunnen doen. En daar kwam bijvoorbeeld het nuchter beleid tot de raad. Hoe lang mag je nou niet eten en drinken? Dat soort simpele dingen waar je normaal misschien gewoon overheen stapt. Of dat zegt, dat is gewoon... Hoe kunnen we dat of ook door gewoonte. Het is al jaren zo. Ja. En, dus concreet is, sommige dingen waren er al en andere dingen hebben we gewoon moeten evalueren. Ja. En wat je ook wel ziet, het moment dat we het zorgpad eigenlijk in kaart brachten, komen ook dit soort vragen weer naar voren. Hè? Van hoe zit dat nou, waarom is dat nou zo en waarom doen we dat zo? En moet dat zo of kan het ook op een andere manier? Ja. Wat is voor jou de waarde van het programma van dit team? Wat leren jullie daar weer van als centrale ondersteuning? Het is natuurlijk... Ik vind dit ongehoord nieuw. Hè? Je gaat iemand eigenlijk fit maken voor zijn behandeling. Ja. Hè? Dat doet bijna niemand nog. Nee, dus het is wat heel leuk is aan dit team is dat het dus heel breed is. Mm-hmm. Dus het gaat inderdaad vooral over de waarde van de patiënt. Hè. Hoe beter die in de operatie, hoe beter eruit. Maar aan de andere kant ook, daarmee kunnen we ook als het goed is de opnameduur verkorten. En er komen heel veel verschillende aspecten in dit zorgpad samen. En daarom vind ik het een heel mooi zorgpad. Ja, zeker. En wellicht dan als aanvulling, bijvoorbeeld die dashboards die we net ook al besproken, is ook voor dit zorgpad heel mooi en inzichtelijk. We hebben een populatiedashboard in ontwikkeling. Ja. Hè, dat je dus alle patiënten eenvoudig kan zien van welke hebben een omleidingsoperatie, een klep, et cetera, van wie zijn het? Kan je voor kwaliteitsdoeleinden, maar uiteraard ook voor onderzoek gebruiken en zorgverbetering. En persoonlijk, maar dat is nog een stapje verder, wil ik uiteindelijk ook naar een patiëntendashboard. Hè? Dat je dus op patiëntniveau thuis op de bank kan zien wat is mijn tijdslijn. En wat zijn nou de stappen die ik mag of moet doorlopen. Op die manier je eigen data van de box kan zien, je eigen vragenlijsten. En op individueel niveau, dat is inderdaad ook de ervaring die we op die manier uitwisselen om dat te realiseren. Ja, en ook wat je nu ziet is dat we eigenlijk data combineren uit verschillende systemen. Dus dat we daarmee een integraal overzicht maken. Dat is ook relatief nieuw, want de cardiologie heeft bij ons hun eigen EPD. Op de IC gebruiken ze ook een ander systeem. En wat we nu doen is eigenlijk ook die data vanuit die verschillende bronnen combineren. En dat geeft wel weer hele goede en waardevolle inzichten. Ja. Ik vroeg mij ook af, hè, want volgens mij patiënten die jullie zien, die krijgen een deel van het zorgpad ook wel eens bij de huisarts of bij de cardioloog in het algemeen ziekenhuis. Zijn die ook betrokken bij deze innovatie? Ja, die gaan zeker betrokken worden. We hebben nu het concept intern helemaal uitgekristalliseerd. Mm. En precies, nu is de volgende stap om naar de verwijzers toe te gaan. Ja. Dus de patiënten zijn betrokken. We willen concreet bijvoorbeeld een buddy-systeem introduceren. Dat is ook een mooi voorbeeld. Dat je normaal als dokter natuurlijk, wat net ook volgens mij de vorige spreker benoemd, vanuit een bepaald perspectief natuurlijk de vragen stelt. Maar het patiëntperspectief is heel anders. En dan willen we een patiënt die het zorgpad doorlopen heeft, koppelen aan degene die nog aan het begin staat. Ja. Een soort buddy. Ja. En op die manier, van god, dit is een medische informatie, maar wellicht kunt u van uw patiënt die dat doorlopen heeft, misschien een andere praktische informatie krijgen. Om het op die manier nog meer eigen te maken. Ja, het is misschien leuk om te zeggen dat is voortgekomen uit studenten psychologie die meeliepen met een patiënt. Helemaal van het begin af aan, door alle fases, zijn zij meegelopen. Hebben geobserveerd wat zij vonden en gevraagd aan de patiënten wat ze prettig vonden en wat ze misten. En daar is eigenlijk dit ook naar voren gekomen, dat zij heel graag dingen zouden hebben willen weten, achteraf bekeken. Als iemand me dat verteld had, dan komt er iets. En om dat dan tenminste deels te ondervangen, willen we dus dat buddy-systeem introduceren. En daar hebben we dus een soort matching-systeem dat we nu aan het testen zijn. Om te kijken, kun je gewoon goede koppels maken die elkaar daarin het beste kunnen ondersteunen. Daar zijn we heel benieuwd naar, wat dat op gaat leveren. Ja, vast veel, denk ik. Ja. Wat ik mij ook afvraag, Mark, want als ik het zo hoor, is dit een totaal andere manier van werken dan, let's say, 4, 5 jaar geleden. Hoe heeft nou het team die move gemaakt? Want dat is een grote verandering. Ja. En we weten allemaal dat aan het begin van de grote verandering in een groep niet iedereen daar dol enthousiast over is. Ja. Dus nee, zeker. Hoe heb je dat gedaan? Ik moet eerlijk zeggen dat het is toch gewoon
in het begin in de wandelgangen. Gewoon, ik ben intensive care supervisor, of tenminste van de hartpatiënten daar. Dus ik ken een paar collega's. Ook op de OK kom je af en toe. En dan ga je toch eerst eventjes in gesprek met elkaar. Van, god, ik heb nou wellicht een idee. En je merkt al heel snel dat daar een soort klik was. Van, god, ja, hoe simpel kan het zijn? Zullen we dat eens gaan uitwerken? En dan kom je tot vrij snel, natuurlijk met Douwe, tot een soort kerngroep. Van hoe kunnen we concreet dat gaan vormen? En daaronder hebben we uiteindelijk gewoon werkgroepen. En op een gegeven moment van lieverlee komen er steeds meer mensen uiteraard bij. Maar het begint eigenlijk met die vier kernspecialismen die al op die manier zeer enthousiast waren bij dat fit for surgery concept eigenlijk. En zagen die niet op tegen de tijdsinvesteringen die ongetwijfeld groot is geweest om dit te organiseren, voor elkaar te krijgen? Ik denk als je het eenmaal up and running hebt, dan gaat het op andere punten vast ook tijd uitsparen. Hè? Andere punten van het zorgpad. Maar de hele ontwikkeling hiervan. Ja, het is. Ik moet eerlijk zeggen dat door het enthousiasme inderdaad, wat je zelf misschien ook uitstraalt, dat toch wel aanstekelijk werkt. En in het begin is het zeker af en toe in de avontuur of tussen de bedrijven door even zelf investeren omdat daaruit te krijgen. Er moet soms ook concreet iets op papier worden gezet natuurlijk. Maar uiteindelijk ziet men gewoon de meerwaarde en wordt men enthousiast. En dan zie je ook dat men gewoon bereid is om daar gewoon te investeren. Ja. En we hebben nu de x-aantal pilotpatiënten natuurlijk er al in zitten. En daar komen ook positieve terugkoppelingen al van. Want dat was natuurlijk mijn volgende vraag. Hè. Wat vindt de patiënt hiervan? Want daar ging het allemaal om. En eigenlijk denk ik, maar moet je vooral zeggen, als ik me daarin vergis, wordt er van die patiënt ook wel iets heel anders gevraagd dan vroeger? Ja, zeker. Absoluut. En dat realiseren we ons ook wel. Het is een actievere rol. Ja. Zeker. Dat willen we graag. Dus de patiënt, we bieden dit aan. Hè? En sommige patiënten pakken het in zijn geheel op. Anderen hebben uiteraard meer begeleiding nodig. Geen probleem. Kunnen we bieden. Maar we hebben wel een pakket wat we aanbieden. Ja. Het hoeft niet in één keer 100% te zijn. Ja. Nu is het zo dat vaak mensen weinig bewegen of niet veel bewegen. En deze tools allemaal niet hebben. Dus alles wat je aanbiedt is al meerwaarde. Ja. En je ziet over de tijd dat mensen, naarmate we die meer aanbieden, ook beter gaan doen en beter gaan begrijpen. Dus daar is wel welwillendheid om dat te doen. En met name als je uitlegt van, god, dit is ons idee, dat je ook fitter daaruit komt en sneller in de benen bent. Ja, dat is een goede mogelijkheid. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ze dan echt wel zeggen van, nou, daar gaan we dan wel voor. Ook de wat oudere patiënten die je ook zien. Zeker. Daar moet je natuurlijk met die digitale innovatie natuurlijk wel goed kijken van, is dat passend? Hè? Ja, kunnen ze dat? Ja, dat is het eerlijke verhaal. Maar andere deelelementen zijn veel, veel makkelijker bijvoorbeeld. Dus in principe zijn heel veel facetten gewoon op elke patiënt uit te rollen. En willen ze dat ook doen. Ja, wij hebben in de afgelopen paar jaar in het Linene-initiatief wel eens de discussie gehad van, ja, kunnen we dit wel vragen aan de patiënt? Hè? Overvragen we ze niet? Maar als ik het van jou zo hoor, hoeven we ons daar niet zo grote zorgen over te maken. Nee, kijk, over vragen, daar moet je natuurlijk wel voor waken dat je geen dubbele vragenlijsten stelt. Dus je moet goed kijken wat zet je uit en wat zet je in de tijd uit. Hè, dat je niet op korte termijn dubbele dingen uitzet. Dat is een hele belangrijke. Maar als je de kader schetst en wat we voor ogen hebben, dan gaan ze er wel voor. En nogmaals, als het niet lukt, dan is dat niet slecht of is een schuldgevoel. Nee, dan gaan we kijken, waar schort het aan? Ze zijn natuurlijk wel hartpatiënt. Ja. Dus het kan ook zo zijn dat men, hè, door het ziektebeeld natuurlijk, dat er extra begeleiding juist nodig is. Ja. Dus, en dat geeft ons ook inzicht. Ja, want dat zeggen patiëntvertegenwoordigers wel eens. Die zeggen, ja, val die mensen niet lastig, die zijn ziek. En daar hebben ze last van en daar hebben ze zorgen over. En dan moeten ze opeens mee gaan co-creëren. En in jullie geval moeten ze ook nog trainen om fit te worden, om geopereerd te kunnen worden. Maar ik vind het wel mooi om te horen dat jij dat eigenlijk niet zo ervaart. Hè? Nee. Ik ervaar dat niet op die manier. Zeker nogmaals voor ogen hebbende waar je het voor doet. Hè? Ja. En nogmaals, het is een schaal, hè, van 0 tot 100% beweging. We vragen ook aan de eigen cardioloog, wat mag patiënt nu eigenlijk? Ja. Jij kent de patiënt. Ja. We hebben bepaalde beweegprogramma's geïntroduceerd, een bepaald niveau, 1, 2, 3, vrij simpel. En mag iemand maximaal belasten of heel beperkt, maar wel iets. En dat is geënt op de patiënt die de eigen cardioloog kent. En daar proberen we een soort patient-tailored care, hè, dus een patiëntenzorg op maat te leveren. En nogmaals, altijd bijsturen indien het niet gaat. Hè. Dus we benaderen de patiënt als we zien dat dat niet goed gaat. Ja.
Nou, dit programma doet bijna alles wat het Integraal Zorgakkoord ons opdraagt. Dus ik vind het fantastisch. Ja, dankjewel, Mark. Een prachtig verhaal. We moeten door en we gaan met Douwe praten. En die gaat praten over de box. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord voordat ik me op deze avond voorbereidde. En ik denk dus dat een hele grote innovatie is en dat die heel vers is. Klopt dat, Douwe? Nou, heel vers. We zijn er 10 jaar geleden mee begonnen, 2013. En hij komt voort eigenlijk uit een observatie die we in die tijd hadden. Dat het op de poli fysiek steeds drukker werd. Er kwamen steeds meer mensen op de poli en we bedachten, dat kan niet duurzaam maar zo doorgaan. En toen hadden we eigenlijk bedacht als strategie om daar dat probleem op te lossen, om het aantal fysieke consulten te halveren, gewoon door de helft. De andere helft dan met de video te doen. Dat vinden we nu doodnormaal na de corona, maar dit was 2013. Ja. En ook om de patiënten zelf een aantal van de metingen te laten doen die we traditioneel dan op de poli zouden hebben gedaan. En daartoe hebben we dan het zorgpad aangepast. En wat zat daaronder om dat te willen? Omdat wij dachten van, als we zo doorgaan met het huidige manier, hè, met de toenmalige manier van zorgverlening, ja, laat iedereen maar mooi naar dat gebouw komen. Wij praten daar een beetje met ze en we sturen ze weer weg. Overigens, met de helft van gefeliciteerd. Het is nog allemaal nog stabiel, we veranderen niets. Dat komt toch heel vaak voor. Ja. Dat wilden wij dus tegengaan en doorbreken. Door veel beter want te was je bang dat dat vast zou gaan lopen vanwege de zorgvraag toen al? Want dit absoluut is 10 jaar geleden. We hebben het er nu wel iedere dag over. Maar 10 jaar geleden was dit nog niet zo'n hele belangrijke discussie. Ja, maar dat was wel heel duidelijk. Als we keken naar onze cijfers, want we kijken al heel lang naar onze cijfers en we zagen heel duidelijk die groei ontstaan. En we konden echt voorspellen dat dat is niet duurzaam op die manier te hanteren. Nee. Dus vandaar deze ingreep. En dus door de helft met video, thuis meten. Dus we hebben de zorgpaden aangepast daarop. En we hebben de techniek erbij elkaar gezocht. En dat werd de eerste box. Dat is de box? Ja. Nou, vertel eens, want je hebt hem daar staan. Ja, dus wat zie ik nou eigenlijk precies? Het ziet er heel gelikt uit. Je zou heel makkelijk kunnen denken, oh, de box, dat is dus letterlijk een doos, vandaar de naam. En daar zitten wat andere doosjes in en dat is dus techniek. Maar dat is het nadrukkelijk niet. Het is een e-health concept, zou ik willen beweren, met centraal een reëel ervaren probleem van in de kliniek. Dus wij te veel mensen op de poli, te veel complicaties met dit, te weinig inzicht in bloeddrukwisselingen of iets dergelijks. Waarna we dan het zorgpad aanpassen, ik denk een kenmerk van waardegedreven zorg. Wat deed ik vroeger? Wat kan ik nu eigenlijk beter doen? Moet ik het allemaal nog wel op dezelfde manier doen? Of kan het beter? We hadden het net over folklore. Dat is er natuurlijk toch heel veel. Heilige huisjes worden ook wel genoemd. Ja. En dan zoek je daar de techniek bij die je dan zeg maar nodig hebt. En het is nu zo, 10 jaar later, dat we hebben nu 26 use cases in productie. We hebben nog 14 nieuwe die we aan het ontwikkelen zijn. Dat is allemaal in het ziekenhuis. En we hebben ook nog 5 die we met de eerste lijn en met de huisarts aan het ontwikkelen zijn. En een use case is een prototype patiënt zoals je ze geregeld ziet? Een patiënt met een bepaalde zorgvraag of aandoening of wat dan ook? Klopt. Bijvoorbeeld zo'n perioperatieve zorgpad, wat net wat Mark zegt, dat is één use case. Postoperatieve zorg, postoperatiezorg, maar ook zwangeren met hoge bloeddruk. Anemie als gevolg van een stilgevallen beenmerg, myelodysplasie. Dus dat zijn ook transplantatieboxen na nier- of levertransplantatie. Al die use cases, zeg maar, die worden dus vanuit een probleem geredeneerd, een nieuw zorgpad ingekleed, worden daar dan de technische dingen bijgezocht, de dashboarding app aangepast om te kunnen zien, oké, wat gebeurt er dan? En ik heb nog een plaatje meegenomen. Wat je ziet hier, de vorige was het even de allereerste, de prototype box. En wat we nu zien hier, dat is hoe de box zich heeft doorontwikkeld. Met allemaal koppelingen van allemaal type devices. Je ziet daar weegschalen. Want die had je 10 jaar geleden nog niet zoveel. Ik ben toen ook begonnen met e-health voor zwangeren, maar er was nog niet veel. Dat klopt. Maar er begint nu erg veel te komen. Ja. En een van onze lijnen, en dat doen we ook samen weer met TU Delft,
is om te kijken wat zijn geschikte devices voor de doelen die we hierbij hebben. We werken samen ook met industrieën, inmiddels ook internationaal, die heel graag van ons zouden willen horen of hun product of hun idee zeg maar zou kunnen passen. En daar komt ook weer met mijn pet bij het NEL, het National eHealth Living Lab, naar voren. Dat staat echt voor evaluatie, implementatie en co-creatie. Dus we onderzoeken het en we vertellen hoe het is. Je ziet hier dus allemaal devices, hè? Dus linksboven dan zo'n een weegschaal, naar rechts dan een bloeddrukmeter, allemaal horloges die wat anders kunnen. Rechtsonder speciale bloeddrukmeter voor zwangeren. Hartmonitor, glucosesensor zie je daar, saturatiemeters, thermometers, slaapmatten. Verschillende soorten doosjes, hè? Want dat is zeg maar de presentatie. En dan in het volgende plaatje zie je dat we daar een app bij hebben laten ontwikkelen. Hij ziet er een beetje simpel uit, maar dat is met opzet, omdat hij samengemaakt is met de stichting Faros. Ja. We weten immers, als het goed is, hè, veel laaggeletterdheid in Nederland. 2,5 miljoen mensen, 1 op 7 gemiddeld. 1 op 4 mogelijk in onze populatie. En Faros helpt ons bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van de app, zodat ook hun populatie het goed weet te begrijpen. Ja. Ja, en zo kun je misschien zelfs hopen dat het gezondheidsverschillen gaat verkleinen, hè, op termijn. Dit is inderdaad absoluut ook het doel, want daar gaan we eigenlijk een beetje naartoe. En dat is ook meteen mijn volgende slide. Wat willen we eigenlijk hiermee bereiken? Ja. Nou, dat zijn er wel 5 dingen. Met stip op nummer 1 is dat wij, dat kwamen we net ook op, de patiënt willen opleiden in de eigen gezondheid en de ziekte. Door ze dingen te laten meten, dat terug te koppelen in die app en ze daar persoonlijk op te onderwijzen, te coachen. Want hoge bloeddruk is voor de een niet bewegen en voor een ander is dat de droppot. We willen ze daarnaast langdurig... Want al die doelen, we gaan ze allemaal bespreken, hoor. Ik onderbreek je. Werkt dit, doel 1? Ja. Het opleiden in eigen gezondheid en ziekte, dat staat ook in het integraal zorgakkoord, hè, dat we dat moeten gaan doen. We hebben focusgroepen. Mm-hmm. We vragen van, wat betekent die box eigenlijk voor jullie? Wat heb je daar nou aan? En het leuke is, het betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Ja. Er zijn mensen bij die zeggen, ja, als ik mezelf zo zie, dat zie ik echt. Het bevestigt hoe ik ben. Het geeft mij zelfvertrouwen. Goed bezig. Terwijl een ander zegt, ach, ik ben zo blij dat jullie meekijken. Ik voel me daardoor, als het ware, betrokken. Jullie hebben een presence in mijn leven. En dat is heel interessant. Dus ja, dat aspect. Vinden ze het moeilijk? Want nou ben ik een patiënt, dan krijg ik zo'n doos voor jou mee. Er zitten 6 devices in. Ik ben digibet en ik ben heel erg technisch. Ja. Hoe ga jij mij helpen om dat allemaal te kunnen? Nou, we vragen ze natuurlijk. Ziet u dit zitten? We hebben dit. Dit is wat we ermee doen. Ziet u dat zitten? Dan zegt 85% ja. En dat maakt niet uit hoe oud ze zijn. Man, vrouw, opleiding. Maakt niet uit. Dan valt er 7% uit. En dat is meteen in de eerste 2 weken. Lukt het toch niet? Toch te ingewikkeld? De smartphone doet het niet goed? Dat soort dingen. Worden ze ook wel eens nerveus van de getallen die ze produceren? Die heb je ook. Ja. Die heb je ook. Maar dat is een minderheid. Mm. Maar die heb je ook. En dat is. En daar wordt ook, zeg maar, over het algemeen geeft men dat aan. Ja, of er altijd naar gevraagd wordt, dat weet ik dan niet. Hè, we gaan even vanuit dat ze dat zelf aangeven. En mocht het zo zijn, nou, dan is het ook duidelijk. Mm. Want gespecialiseerde, hè, de verpleegkundige specialisten, die zullen daarop ingaan en zeggen, nou, dan doen we het gewoon niet. Nee. Hè, als het niet past, dan past het niet. Maar die 80-20-regel, ja, die zie je die dus ook hier wel weer terug. Ja. Ja. Oké, dat was doel 1. Sorry, ga door. Nee. Wat we verder voor ogen hebben, is dat we patiënten langdurig kunnen coachen. Een typische manier van zorgverlenen, zoals we dat nu in ons zorgsysteem hebben ingebouwd, is dat we heel episodegericht te werk gaan. In een ziekenhuis word je even geopereerd. Dan wordt de DBC afgesloten, touwtje doorgeknipt, patiënt uitgezwaaid. Roepen we erachteraan, je redt het wel. En we vragen de huisarts, doe jij dan dat andere stukje? Kortom, heel versnipperd en verknipt. Wij hebben hier een andere visie op, waarbij we veel meer die patient journey, daar komt die weer, en dat menen we echt, maar dan over jaren. 80% van onze patiënten van het hart heeft hun ziekte te danken aan een slechte leefstijl. De oplossing daarvoor is dus een betere leefstijl, maar dat is moeilijk. Mm. Dat moet je langdurig levenslang volhouden. En dat is wat doel 2 zegt. Als je met de box in het leven kunt komen van een persoon, een betekenisvol kan ondersteunen, daardoor ook, ja, zeg maar, een persoonlijkere manier van zorg kunt leveren, daarop na kunt houden, is dat voor die patiënt ook beter.
Het is trouwens ook beter voor ons, want het is allemaal veel beter planbaar. Ja. Maar vanuit patiëntperspectief is dat tweede doel dus heel lang, is dat heel erg nodig. Adaptief betekent veranderend, multimorbiditeit. De diabetes kan beginnen met zijn diabetes, vervolgens een hartprobleem krijgen en vervolgens ook nog nierprobleem. En dan pas jij die box ook aan. Exactly. Ja. Dan komt er dus misschien een apparaatje bij. Zuurstofmeter, een thermometer, bloeddrukmeter. We hebben nog meer van die dingen. Zodat je hem als het ware ook kunt toespitsen op de situatie van de patiënt op dat moment. Ja. Hey, want dit klinkt natuurlijk fantastisch, want het is gewoon een soort levenslange leefstijlcoaching tegelijkertijd. Hè? Ondersteund door data, dus die geven jouw patiënt houvast. Jij noemde DBC, hè, dus nou begin ik er natuurlijk toch over. Ja. Wat wordt nou het betaalmodel of het verdienmodel hieronder? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Kijk, als we succesvol zijn met de box, dan betalen wij de out-of-pocket kosten. Wij betalen de apparaatjes, maar de opbrengsten vallen bij de zorgverzekering. Maar dat is dus altijd, en dat is volgens mij het grote probleem van wat voor soort leefstijl, begeleiding en preventie je doet, dat de revenuen vallen in een ander domein. Dat kan zelfs een niet-medisch domein zijn. Nee, ik noem maar even iets op als arbeidsverzuim of wat dan ook. Ik weet niet of dat voor jullie patiënten geldt, maar zeker. Vermoedelijk wel. Dus hoe krijgen we dit nou op grote schaal ingevoerd, want bekostigd? Nou, eerst het bekostigingselement daarvan. Als je kijkt, waar zitten de kosten? Die zijn eigenlijk vallen uiteen in twee elementen. De eerste, dat is zeg maar implementatiekosten. De aanpassing van je systeem, et cetera, et cetera. Vervolgens heb je exploitatiekosten. Nou, voor dat laatste is nu tenminste een prestatie te verkopen door jouw ziekenhuis. Zodanig van dat je 150 daar euro voor telemonitor. Voor 120, 120 dagen. 120, dat is klein bier. Daar kan dit toch niet van. Daar kun je de doos niet mee vullen, volgens mij. Nou, maar wij komen een heel eind. Ja? Ja, we komen er heel eind, want wat altijd een uitgangspunt is geweest van deze technologie is dat het goedkoop moest zijn. Dus je ziet ook apparaatjes die niet per se medisch apparatuur is. Mm. Dat hoeft ook niet, want mensen zijn ook niet in een ziekenhuis. En daar zit wel een paradigma shift in dat wij moeten omdenken en dus ons duidelijk moeten maken dat je thuis andere soorten apparatuur nodig hebt dan dat je dat op de IC zou doen met een enorme nauwkeurigheid, 3 cijfers achter de komma. En maar dat wij in de thuissituaties veel meer gebaat zijn bij regelmatig meten, hè, misschien met enige variatie, maar dat de AI, die al even voorbijgekomen is, ons misschien veel meer in trendanalyse gaat helpen. Iets wat wij eigenlijk nog niet mee bezig in dit programma? Zeker, want de personen die jullie zagen, die hebben ook een algoritme gemaakt die voor onze verpleegkundige specialisten, die zorgen voor rondweg 250 hartinfarctpatiënten op elk moment 1 uur per week aan tijd gaat besparen. Ja. Alleen door dat algoritme. Ja. En we hebben nu 3200 boxen in het wild, zal ik maar zeggen. Dus je kunt je voorstellen dat daar kan een substantiële besparing door de AI in plaatsvinden. Ja. Ja. En dingen als voorspellingen, hoe het met iemand zal gaan, zijn jullie daarmee bezig? Want je genereert enorm veel data. Dat is ook zo. Ja. In het zorgpad van Mark ook gaan wij ook zeg maar mensen die in de bedden liggen, gaan we ook veel meer monitoren. Ik heb nou zelf, dit heb ik niet bedacht hoor, maar dit is een testapandje wat ik hier aan heb met allemaal mogelijke metingen. Wij gaan natuurlijk willen voorspellen bij wie gaat het goed en bij wie heb je extra aandacht nodig. En wij verwachten dat dat in termen van capaciteit impact gaat maken. Maar ook voor patiënten. Kijk, als die goed is, kan die naar huis. He, en veel patiënten willen wel naar huis, maar als het protocol zegt no, ja, dat is natuurlijk jammer. En we weten, als ik dan mag inhaken, dat heel veel patiënten vooraf te voorspellen zijn. Early warnings, de vroege tekenen voordat iemand acuut slecht wordt. Is in vaak de cardiologie speelt dat een grote rol. Ja, hartfalen bijvoorbeeld. Wie zijn degenen die na 2, na 4, na 6 maanden terugkomen, dat ze weer vol zitten? Zeker. Ja. Nu inderdaad over de ziekenhuis, als je in het ziekenhuis ligt. Maar ook daar zijn mensen, maar ook andere soorten ziektebeelden. Het is vaak een soort aanloop voordat je helaas acuut verslechtert. En daar zit denk ik een hele mooie rol in die monitoring, die aanloopfase. Ja. Of iemand toch subtiel verslechtert. Precies. Dus dat is de sterkte, hè, dat je zoveel meer metingen hebt. Voorheen hadden wij voor een hartinfarctpatiënt 4 bloeddrukken per jaar. Nu hebben we er 150. Ja.
Dus wij kunnen veel nauwkeuriger zonder, en eerder... Zonder witte jasvertekening ook nog. Precies, ja. En dat zijn nog veel veelzeggendere waardes die we dan hebben. Dat klopt. En Douwe, doet de huisarts ook mee in dit programma? Ja. Hoe dan? Vertel eens, hoe heb je dat geregeld? De hele visie, want dat is één stap terug. Ik zei, die zorgpaden die zitten centraal hierin. En de gedachte, de visie die we hebben is... dat veel van zorg moet transmuren, moet lijnoverstijgend ingericht worden. Patiënten zijn natuurlijk vaker in hun eigen woonomgeving en zien vaker een huisarts dan ons, gelukkig, meestal tenminste. Dus ook daar moeten wij willen weten hoe gaat het met hun. Wij doen met huisarts een aantal projecten en ik heb daar een volgende slide voor over waar dat over gaat. En dat is het rechtergedeelte. Dit gaat om patiënten die vanuit de huisartspraktijk een box meekrijgen om aan hun leefstijl te werken. En deze patiënten zijn gekenmerkt doordat ze een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Zij noemen dat de VVR-groep, de verhoogd vasculair risicogroep. Ja. Zij krijgen dus een box met een weegschaal, heb ik even niet bij me, een stappenteller en een bloeddrukmeter. Hun is verteld wat ze moeten doen, ze zien het in de app. En hier zie je de resultaten rechts. En wat je ziet is dat in blauw met 3 maanden en in, wat is dat, oranje, in 6 maanden, dat de bloeddruk zeg maar daalt 6 tot 7 millimeter kwik, de bovendruk, de onderdruk rond de 5. En dat op 3 maanden men 2 kilo lichter is en op 6 maanden 3,4 kilo. En wat we daar eigenlijk gedaan hebben is vooral een soort van biofeedback. Nog niet eens heel erg gecoacht, wat we wel gaan doen overigens. En dit is denk ik heel bemoedigend. Alleen de meting stimuleert de patiënt tot ander gedrag. En wij denken, en dat hebben we natuurlijk al lang nagevraagd, maar een onderzoeker zit hier natuurlijk op, wat is dat dan? Mensen gaan zich bewust zijn van... hun leefstijl. Ja. En dat gaat over eten, op tijd naar bed gaan, beweging, al dat soort zaken. Dus dit gaan we nu uitvogelen. Het is toch ongelooflijk fascinerend. Want wij zeggen dit toch al eeuwen tegen de patiënt, dat hij zo gezonder moet gaan leven. Dat helpt niks. En als je hem zijn eigen metingen laat doen, zonder dat je hem instructie geeft, dan verbeteren die paar. Ik denk dat een groot verschil is dat wij het 1 keer zeggen in de 6 maanden of in de... Ja. Nadat wij een heel verhaal op hebben gehangen over een hart of zo. En dan, oh ja, trouwens. Maar dit is elke week iets doen waardoor je kunt realiseren... hé, verhip. Ja. Hoe zou het ook weer zitten? En dit raakt ook een beetje aan iets wat we net hadden van jouw vraag... van vragen we niet te veel van onze patiënten? Nee. Met al die vragenlijsten en vast een vraag aan jou. Ik kan het misschien wel beweren. Ik vind dat we veel te weinig vragen eigenlijk aan onze patiënten. Want laten we ze vooral deel maken van de oplossing... We hebben het over patient empoweren, we hebben het over patient in the lead. Dat kunnen we doen als zij maar weten waar ze staan en wij hen vertellen wat wij denken dat goed is voor ze. En ze daarop terug te koppelen. Dus wat wij voorstellen met dit allemaal is eigenlijk dat een patiënt zelf veel meer in staat wordt gesteld door te leren hoe die zelf in elkaar zit, om het goede te kiezen. Prachtig. Nu toch nog even naar de linkerkant van deze dia. Want die is er ook. Hè? En wij hebben die discussies ook wel. Want we hebben ook de ambitie om in de geboortezorg... de helft van de fysieke zorg te vervangen door digitale zorg. En dat kan. Hè? Ja. Maar dan, dan schieten we onszelf ook een beetje in de voet. Want dan nemen we er minder op of we nemen ze korter op. En misschien hoeven we ze nog maar 1 keer of helemaal niet meer op de poli te zien. En daar gaat ons verdienmodel. Hoe gaan jullie daarmee om? Jullie hebben, hoeveel zei je, hebben al zo'n box? 3000? Ja. 3000? Ja. Wat heb je daar aan revenue mee gemist? He, want ik word hier heel enthousiast van, maar als je de CFO van het ziekenhuis bent, dan denk je misschien wel een beetje vooruit. En denk, nou, als Douwe die 50% echt heeft gerealiseerd, dan heb ik hier toch een probleempje. Ja. Nou, dat klopt gelukkig maar deels. Want het is niet zo dat we helemaal uit de loop zijn, maar wij leveren onze zorg op een andere manier. Als wij een teleconsult doen, valt die ook binnen de DBC. Ja. Hebben wij nog steeds een rol in dat zorgproces. Dus dat is één ding. Ander ding is, misschien moeten we wel iets doen aan dat verdienmodel. Moeten we daar wel naar kijken? En moet misschien niet het ziekenhuis apart bekostigd worden door die separate afdeling van de zorgverzekeraar en de eerste lijn insgelijks? Maar moeten wij meer holistisch kijken. Bundelbekostiging. Ja, lijnoverstijgend. Misschien zelfs regiobekostiging. En uitkomstenbekostiging, want je maakt ze ook gezonder. Dat is de rechterkant van het plaatje. Dus ja, daar zou ik voor gaan. Ja, dat zou prachtig zijn. En dan vragen we dan natuurlijk ook, kunnen we dan het verschil delen? Allemaal dat soort dingen. Ja. Je kunt je voorstellen, dat heb je niet in... Lopen dat soort gesprekken? Met je dat soort gesprekken lopen wel, ja. De uitkomsten die passen er nog niet helemaal bij. Dat is lastig. Dat is nog wel een speerpunt voor dit jaar. Ja. De bekostiging. Ja. Ja.
Maar, ja. maar jullie zijn wel in gesprek met de verzekeraar over dit soort, dit soort zaken. Ja. Heel goed. Ja, al vele jaren. En wat het linkerplaatje nog meer zegt, is dat zo'n box hè, met thuismeten, dat je dat dus ook kunt inzetten voor echt best wel een beetje een enge ziekte, zoals COVID was tijdens de eerste wave. Want dat is waar je hier naar kijkt. Ja. Als mensen op de eerste hulp kwamen met klachten van bekend of vermoed COVID, en ze mochten naar huis, want zo slecht waren ze dan niet, en ze gingen naar huis met de box, dan werd 9% alsnog opgenomen, omdat ze thuis slechter werden. Als ze naar huis gingen zonder de box, werd 27% opgenomen. Ja. Dus 3 keer zoveel. Ja. En dat zegt ons dus, je kunt mensen ook met ernstige ziektes veilig thuis houden. En dat is denk ik ook een lesson learned voor ons allemaal, om op deze manier ook te kijken naar hoe wij zorg verlenen. En hè, waar ook dus. Omdat wij hier dus wel kostenbesparing mee realiseren. En patiënten heel blij mee zijn. Daar hebben we mooie testimonials van. Dit hebben we helemaal quadruple 1 onderzocht. Patiënten tevreden. Onze collega's tevreden, kosteneffectief en de uitkomst zie je hier. Nou ja, en je bent 10 jaar geleden visionair geweest, hè, want nu staat het in het ISA als een hele belangrijke oplossingsrichting voor een heleboel problemen die we hebben. Nou, even voor de kijkers, Douw, want jij bent ervaren en je doet dit al een decennium. En voor velen is dit nieuw. Hè? Als je nou wil beginnen met digitale zorg voor jouw patiëntengroep, Wat zijn dan de eerste stappen? Wat geef je de kijkers daarvoor mee? Nou, voor het eerst hoef je helemaal geen geld uit te geven. En dan moet je namelijk het probleem heel goed in 1 zin definiëren wat je wil oplossen. Dan stap 2, definieer je strategie om dat probleem te attackeren. Stap 3, implementeer. Dat zijn zorgbaren, et cetera. En stap 4, daar komt de techniek om de hoek kijken. Ga het liefst niet op eigen houtje doen. Zoek aansluiting. Wat ik nog even wil meegeven, we hebben 2 weken geleden een groeifondsaanvraag ingediend. Ja. Niels Chavan, huisarts, Maaike Kleinsman van TU Delft en ikzelf, wij zijn de trekkers. Begroting van 275 miljoen. Om e-health in heel Nederland een niveautje hoger neer te kunnen zetten. Om in als nutsvoorziening zeg maar e-health aan te kunnen bieden met afspraken over datamodellen, techniek, bekostiging, reimbursement dus, legal en liability, ethics, noem het op. En we hopen dat we daarmee voor mensen die zouden willen beginnen, als het ware stekkerdoos kunnen aanleveren, waar zij met hun stekker op zouden kunnen aankomen, zodanig dat we dat gestandardiseerd in heel Nederland zouden kunnen doen. Tot die tijd mogen mensen contact opnemen en dan wil ik ze met alle liefde, ook vanuit het NEL, zeg maar meenemen in de reis die je daarin kunt maken. Ik ga contact met jou opnemen. Gelet op de tijd. We gaan een filmpje kijken en dan gaan we naar de afsluiting. Heel erg bedankt, Douwe. Prachtige doos. Het LUMC heeft de box ontwikkeld. Dit is een nieuwe vorm van zorg waarmee u zelf thuis metingen uitvoert. Het in de gaten houden van uw gezondheid is een belangrijk onderdeel van onze zorgtrajecten. Het helpt ons om u betere zorg te verlenen. We hebben boxen voor verschillende patiëntgroepen met daarin bijpassende meetapparatuur gekoppeld aan de LUMC Care App. U kunt ook uw eigen meetapparatuur gebruiken en de meetwaardes handmatig in de LUMC Care App invoeren. U ontvangt de box inclusief instructies over de installatie en hoe vaak u thuis moet meten. U installeert eenmalig enkele apps op uw smartphone en koppelt deze met de apparaten uit de box. Daarna kunt u direct meten. Als het nodig is, helpen we u met de installatie. Na een meting worden uw waardes automatisch naar uw patiëntdossier in het ziekenhuis gestuurd. U hoeft daar niets voor te doen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor uw behandelaars. Thuismetingen geven extra informatie over uw situatie. Dit kunt u bespreken tijdens reguliere controles met uw behandelaar. Als u tussentijds medische klachten heeft of iets niet vertrouwt, bent u zelf verantwoordelijk voor het vragen van hulp. Met de thuismetingen heeft u zelf ook meer inzicht in uw gezondheid en ziet u aan de hand van uw meetwaardes bijvoorbeeld het effect van verbeteringen in uw leefstijl. Met de box hebben we meer zicht op uw gezondheid en werken we samen aan het verbeteren van uw gezondheidssituatie. Prachtig. We zijn terug voor de laatste minuut alweer, hè, van deze mooie avond. En dan gaan we die natuurlijk met jou doorbrengen, Gesina, als chef waardegedreven zorg, LUMC.
Ja, dank hè, mooie inkijk voor de centrale aanpak en drie prachtige voorbeelden. Wat zijn nou in jullie visie de volgende stappen op dit pad? Nou, allereerst, we vonden het ontzettend leuk om jullie op deze manier een kijkje te geven in waar we allemaal mee bezig zijn. Als je kijkt van waar gaan we nou de komende tijd mee aan de slag? Nou, we hebben het al een paar keer kort besproken. Als je kijkt naar het Integraal Zorgakkoord, dan gaat het natuurlijk over passende zorg. Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom patiënt tot stand. Gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Ik denk dat we vandaag al een aantal mooie voorbeelden hebben gezien die daar hartstikke goed bij passen. Dus daar gaan we volle vaart mee vooruit. Ik denk wel, als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan was het nog wat meer intern gericht op het LUMC. We hebben al een aantal trajecten gedaan buiten de muren van het LUMC. Met de regio. Ja. Maar ik denk, de komende jaren zal dat nog veel belangrijker worden om samen in de regio, samen met onze partners, dit verder te brengen en verder te ontwikkelen. En welke partners heb je het dan over? Dat kunnen andere ziekenhuizen zijn, dat kunnen revalidatiecentra zijn, dat kunnen de huisartsen zijn. Dus eigenlijk, als je naar het Integraal Zorgakkoord, kan het ook de gemeente zijn. Ja. Dus dat kan echt heel veel fronten zijn. Dus we gaan heel erg de samenwerking daarin opzoeken en daar volle vaart mee door. Ja. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook intern in het LUMC nog teams die ook graag verder willen met waardegedreven zorg. Zijn er ook nog teams die eigenlijk niet willen, die zeggen, wat is dit allemaal? Nou, die hoor ik natuurlijk niet zo goed. Hè? Dus ik heb natuurlijk vooral de teams gehoord die enthousiast zijn en die graag ermee aan de slag willen. Er zal natuurlijk ook altijd een groep blijven die dat misschien nog wat minder. Maar ja, ik verwacht eigenlijk, er is heel veel enthousiasme. En ik verwacht eigenlijk dat dat gewoon zich steeds verder als een inktvlek. Laten jullie dit soort dingen nou ook zien in huis. Hè? Dus via je successen. Ja, die anderen die er altijd zijn in een grote verandering. Ja. Die de kat uit de boom kijken of zeggen dat nooit zelfs. Hè? Ja. Die heb je ook. Ja, nou, ik denk corona heeft dat wel een tijd wat lastiger gemaakt. Mm-hmm. Ik denk dat het nu wel weer makkelijker is om dat te doen. Eerlijkheid moet ik ook wel zeggen dat je dat wel eens vergeet. Hè, dus het is heel belangrijk ook om dat te laten zien. Dus vandaar dat we het ook heel leuk vonden om dat vandaag te doen. Maar dat is ook een van de belangrijke speerpunten voor het komende jaar. Om dat ook nog meer te doen en meer te laten zien. Ja. Nou, en dat moet ik ook vragen, heb je ook zorgen hè, voor de dingen die je voor je ziet liggen? Of waarvan je zegt, nou ja, dat proberen we al een tijdje, maar dat is toch echt behoorlijk moeilijk om dat ingeregeld te krijgen. Ja, nou, wat ik zie is dat het toch nog behoorlijk veel op het programma leunt. We hebben natuurlijk Team Brughoek gezien, die nu natuurlijk al onwijs goed bezig is. Toch? En die zichzelf, zeg maar, eigenlijk zelf organiseren. Ik vind nog wel dat het soms te veel bij het programma hoort. Hè. Dus ik challenge de teams ook op de doelstellingen. Van waar sta je? Hoe ga je dat meten? Hoe gaan we dat laten zien? Ik zou, mijn wens zou zijn dat we dat... Dat is misschien nog wel de grootste verandering, denk ik, dit verhaal horen. Want je bent eigenlijk bezig met het inrichten van zelfsturende teams. Ja. En dat zijn we niet gewend geweest in het UMC de afgelopen 20 jaar. Nee. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat je aansluiting zoekt bij de staande organisatie. En dat het eigenlijk goed verankerd wordt. Want een programma is natuurlijk altijd een tijdelijke organisatie. Dus het is ook weer de bedoeling dat je op een bepaald moment daar weer stopt met bepaalde ondersteuning. Ja. En dat is denk ik nog wel een aandachtspunt voor ons ook. Om te zorgen dat dat gewoon in vaste ritmiek ook verder... Ja, het moet onderdeel van de staande organisatie de routine worden. Ja. En dan verdwijnt jouw team, hè, maar voorlopig nog niet. Nee, voorlopig niet. Hebben we nog genoeg werk aan de winkel. Is er nog wat werk te doen. Nou, ongelooflijk bedankt jongens voor jullie enthousiasme, jullie bijdrage. Het geldt natuurlijk ook voor de tafel die alweer in de coulissen zit. Dank aan de organisatie weer. Dank aan de kijkers dat u er ook weer was en dat u ons evalueert via de Mentimeter. Dat kan nog, dat willen we heel graag, want dan kunnen we het de volgende keer weer net zo goed maken als deze sessie. Misschien een gezamenlijk applausje voor het LUMC, jongens. Ja, en de volgende bijeenkomst, volgende werkbezoek is bij een heel ander soort organisatie, langdurige zorgorganisatie, de Archipel Zorggroep in Eindhoven. Kijk op onze website voor alle evenementen en blijft u alsjeblieft komen en blijft u ons van feedback voorzien hoe we deze bijeenkomsten nog beter en nog zinvoller kunnen maken. En daarmee sluiten we de avond, denk ik, af.
Met dank aan iedereen. Dankjewel. Het was mooi. Dankjewel.